Ik ben Christine, Christine Hemrechts, en ik kom dit boek inlezen. En zoals je ziet heb ik dat geschreven, van ver gekomen, door Christine Hemrechts. Het is een boek dat gaat over um, een, mijn complexe relatie met mijn moeder en met mijn zus. Ik heb het geschreven naar aanleiding van hun overlijden. En het gaat ook over mijn terugkeer naar de katholieke kerk nu ongeveer drie jaar geleden. Los van die ijdelheid is het een deprimerende passage. Waarom gingen ze niet allemaal helpen in de keuken, Jezus in kluis, om zich vervolgens samen te ontspannen? Zoals het er nu staat, lijkt het alsof er slechts twee rollen voor een vrouw zijn weggelegd. De zorgende en de luisterende. In beide gevallen voedt de vrouw de man nu eens zijn maag, dan weer zijn ego ze staat in dienst van hem. En natuurlijk heb ik voor mezelf altijd een andere rol gewild. Het is niet zo dat ik niet wil luisteren of zorgen, maar ik wil niet uitsluitend luisteren en zorgen. Ik wil ook zelf spreken, nadenken, vragen stellen, schrijven, redeneren, een mening of visie formuleren. In mijn ervaring ligt de traditionele rolverdeling nog altijd erg vast, ook al wordt dat vaak loeihard ontkend. Ook al houden mannen vol dat ze overtuigd zijn van de gelijkheid tussen man en vrouw en dat ze graag vrouwen het woord horen voeren. Je maakt het je als vrouw veel gemakkelijker in sociale contacten als je de man laat praten. Als je hem vragen stelt waarop hij kan antwoorden en zijn kennis etaleren. En vooral als je hem niet tegenspreekt. Ik kan me er minder en minder toe brengen die rol te vervullen. Reeds lang geleden heb ik me voorgenomen niet langer te praten met mensen die het alleen maar over zichzelf kunnen hebben en die niet de minste aandacht opbrengen voor wat mij bezighoudt. En ja, meestal zijn die mensen mannen. En ja, er bestaan uitzonderingen en ja, ook vrouwen kunnen in dat bedje ziek zijn. Hoe dan ook, wat mij betreft is het afgelopen met het eenrichtingsverkeer. Een gesprek kun je zien als een evenwichtsoefening tussen luisteren en spreken. Je hoeft dat niet op een schaaltje af te wegen, maar er moet toch sprake zijn van wederzijdse interesse met het accent op wederzijds. De zorgende rol laten varen is lastiger. Die zit heel diep in mijn gebakken. Het is haast een reflex geworden, een automatisme. Misschien ben ik dus eerder een Martha dan een Maria. Martha is tenminste actief. Ze durft haar ergernis te uiten, zelfs tegen het hoge bezoek dat Jezus is. Onderdanig is ze niet, Maria wel, die zwijgt en luistert.